De hele stapel meegenomen. Alle columns van de laatste. Nou, pak een beetje, wat zal het zijn? 14 weken? Kan niks gebeuren vanavond, hè? Ik zit er een aantal jaren bij, dus. Ja, nee, maar dit zijn toch wel de meest recente. En aangezien je daar de laatste tijd toch wel aan refereert, denk ik, het zal me niet weer gebeuren. Ben je klaar voor vanavond? Wat bedoel je? Ja, voor de uitzending. Ik wil een beetje scherp. Ja, waarom denk je dat ik hier zit? Ja, een beetje voetbal gekeken en zo. Nou, nee, moet dat? Hè? Af en toe heb ik het gevoel dat je niet helemaal... Wat? Wat voor gevoel heb jij? Niet helemaal spoort. Doe maar gek. Ja. En waar zou het dan liggen niet, dan? Maar... Je stelt elke keer dezelfde vragen. Dus nee. Deze elke keer... week heb je weer hetzelfde. Heb je voetbal gekeken? Ja. Het is de hele dag voetbal, dus het is logisch dat ik wel eens kijk, ja. Ja, nee, maar het is vrij essentieel volgens mij voor een programma als dit... dat er wat voetbal gekeken wordt van tevoren. Maar het is niet onder dwang, toch? Nee, absoluut niet. Nee. Okay, je zit hier ook helemaal uit vrije wil. Je vindt het toch wel leuk om hier te zitten, Willem? Nou, soms wel, ja. Als het over het voetballen gaat, vind ik het wel leuk. Oké. En dat is jammer genoeg niet altijd het geval. De randzaken? Dat interesseert mij niks, nee. Maar die komen hier wel te sprake, dat begrijp je natuurlijk. Ja, dat kun je zelf op antwoorden, dus. Ja, maar dan ben jij niet mij verplicht om te antwoorden, toch? Nee, dan zeg je vaak, het kan me niks schelen. Nee. Oké. Nou, dan hebben we weer de rolverdeling duidelijk gemaakt voor vanavond. Oh ja, de band natuurlijk. Is de band al klaar? Ja, die heb ik achterin de auto liggen. Maar hij is nog niet klaar, begrijp ik. Een reserveband, nee. Het is elke week hetzelfde. Als je klaar is, dan hoor jij het. Oké. Ja? Afgesproken? Ja, helemaal goed inderdaad, ja. Johan, het laatste nieuws. Waar zitten wij?